O wie twee twijzig die blode, wanen kwam uw herten deze wank? Tibet schaamde hem, en de dus sprank daar hij vant groot ongerek. Want eer hij het wiste, was hem een strek om eens in een hals harde vast. Dus hoonde Rijnaards in een gast, als het T-beard straks, werd hij vervaard en de sprank voort. Dat strek liep toe. t moest de roepen doen en de vroegde hemzelf en door de nood. Hij maakte een geroep, zo groot met een jammerlijke gelaten, dat Reinaard hoorde op der straat te bieten. Daar hij alleen stond en de riep. Vind je ze goed, die muze, t en de vet wiste nu dat, Martinet, dat gie ter tafelen zat het. En de dit wild braad, dus at het dat gie verteert. En weet hoe, gie zou er een maken toe. Zo hove een knapen is, Martinet. Tibert, gie zingt als gie eet. Pleegt men des koningsholve des?